De bestuurder van een Volkswagen Passat die de maximumsnelheid van 120 km per uur duidelijk negeert. De agenten hebben een meting gestart en die komt uit op... Wat zijn? 162. Sietse geeft de bestuurder een stopteken, maar hij lijkt niet van plan om hier gehoor aan te geven. Integendeel zelfs, want binnen de bebouwde kom gaat het gas er stevig op en probeert de Passatrijder zijn achtervolgers af te schudden door meerdere malen links langs de vluchtheuvel te scheuren. Buiten de bebouwde kom gaat het van kwaad tot erger en blijkt dat de man er alles aan gelegen is om uit handen van de politie te blijven. Kaart 9821 zit in een achtervolging. Kaart 9821 vanuit Loon op Zand richting Tilburg. Kasteellaan, achtervolging achter een Volkswagen Passat Station 43. Ja, november X2 TK. Zet zo naar de kenteken. Gaat hoogsnelheid. De surveillanten proberen de man met loeiende sirenes bij te houden. Naderende kruising met de Bechtwet. De vluchtende bestuurder lijkt levensmoe, want hij scheurt met zeer hoge snelheden op de kruising af en gaat blind door de rode verkeerslichten. Gaat recht door de kruising over. Recht door de kruising over. Sietse houdt voortdurend contact met de centrale meldkamer. Negeren stopteken, hoge snelheid en invorderingssnelheid. Ook na deze rotonde gaat het gas er weer vol op en de Passatrijder dreigt aan de horizon te verdwijnen. Linksaf de heikant laden. Ook andere politieeenheden zijn inmiddels op de melding afgekomen. 6-27, heikant laden. Rijdt door naar de snelheerbaan. Hij rijdt nu langs de BP af. En dan wordt de bestuurder plotseling opgehouden door een voertuig voor hem en hij lijkt als een rat in de val te zitten. Maar met behulp van zijn alarmlichten weet hij het obstakel te omzeilen en heeft hij opnieuw vrij baan. De verdachte ruikt zijn kans, maar de surveillanten zitten hem op zijn staart en zijn vastberaden om deze wegcrimineel niet te laten ontsnappen. En dan slaat het noodlot toe. Ja, volop in de boom. De vluchtpoging van de Passatrijder eindigt op brute wijze tegen een boom. Maar wonder boven wonder doorstaat hij de crash zonder ernstige verwondingen. Achteraf blijkt dat de auto is gestolen en dat het rijbewijs van de bestuurder al geruime tijd is ingevorderd. Hij wordt voorgeleid aan justitie waar hij zich voor zijn misdrijven zal moeten verantwoorden.